It's all I wanna do. Chester, en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chester. Vandaag heb ik voor jullie een gloednieuwe question and answer natuurlijk, omdat jullie vorige week 100 likes op de Q&A hebben getropt. Vandaar dat ik er nog eentje doe. Dus als jij nu een vraag hebt die je natuurlijk wil stellen, als die nog niet in de Q&A is gekomen, laat het nu beneden in de comments achter. En wie weet, zit jij volgende week wel in de Q&A. Dus laten we een nieuwe stellen. Bij de 100 likes komt er volgende week weer een nieuwe Q&A online. Dus laten we gaan beginnen met de allereerste vraag. Ik hoop dat jullie het leuk vinden hoe ik er nu bij zit. Want ik heb mijn stoel gewoon even neergezet. Jullie zien hier achter mijn setup en daar gewoon mijn deur. Dus ik vind het wel leuk. Want ik zit nu ook bij het raam. En dan zie je gewoon goed belichting. Dus laten we beginnen met de allereerste vraag. Die komt van Simon Tonus. En dan vraagt: KFC of McDonald's? Geef maar liever de McDonald's. Maar wij zijn laatst ook samen naar de McDonald's geweest. En ja, ik vind McDonald's gewoon iets lekkerder dan de KFC. Ik hou niet echt van die kip. Laat me zeggen dat als je daar een bijt had van die velletjes krijgt. Weet je, van die draadjes. Daar hou ik niet zo erg van. Vandaar dat ik voor de McDonald's ga. Volgende vraag van Igor Wenmakers. Q&A, denk je dat je op Black Ops 3 veel 100 plus scores gehaald gaan worden? Sowieso, want toen ik op First Look was, ging Jan of de Raski de Black Ops 3 stand in. En had al 1 of 2 keer had hij al een 90 plus gehaald. En toen ik daar was, had hij een 100 plus gehaald. Dat staat ook op Twitter, 109 kills geloof ik. En hij had nog doorgekund, want hij had 1,5 of 30 seconden over of zo. En ja, ik hoop dat ik ook wel een 100 plus ga halen ooit als Black Ops 3 uit is. Zal zo gebeuren, dus dat zie je ook binnenkort wel op mijn kanaal. Want het is nog 14 dagen of zo als ik deze video opneem. En als deze video online is, nog 10 dagen of zo. Dus echt heel kort nog. De volgende vraag is van Impact Nature Dutch Stomper. Kine, hoeveel nucleairs hoop je te bereiken op in Black Ops 3? Nou, dat boeit me niet zo heel veel. Het gaat er gewoon om dat ik al één, als ik een nucleair haal, dat er gewoon al eentje is. Dat lijkt me dan wel cool om te halen. Dus laten we gewoon even uitgaan van één nucleair. En wat erbij komt is allemaal fucking mooi natuurlijk. De volgende vraag is van MNMNL. Hoe oud hoop je te worden? Nou, I don't know. Ik heb niet echt een leeftijd. Als ik 100 jaar word, is ook prima. Als ik 80 word, is prima. Ik kijk wel. Ik kan er zelf ook niks over zeggen. De volgende Q&A is van Dinai. Q&A, eet je veel varkensvlees? Ja, ik eet gewoon varkensvlees, want ik ben geen moslim als jullie dat denken. Ik ben gewoon Nederlands en een heel klein beetje Indonesisch. Dus ik ben geen enkele deel moslim, dus vandaar dat ik gewoon varkensvlees mag eten. En ik dat doe ook gewoon, want ik eet shawarma en zo. Dus ja, vandaar dat ik dat doe. Volgende vraag is van Sven OMCHD. Q&A, zijn er leraren die jouw YouTube kanaal kennen of misschien ook kijken? Voor mij zijn er wel 2, maar ik weet niet zeker. Sowieso één tekendocent heeft ooit tegen mij gezegd. En een andere, het is niet echt een docent. Het is meer een meneer die de administratie regelt op school, dus als je deze video kijkt, hallo. En ja, ik heb me ooit verteld. Dat wel. Ik weet sowieso van die leraar of van die meneer die de financiën op school doet. Daar weet ik sowieso van dat hij mijn video's kijkt. De volgende vraag is van Wekelijks Games. Q&A, wat wil je nog veranderen aan je setup? Er gaat binnenkort, echt binnenkort over 2 maanden of zo, of over 1 maandje al, gaat er heel veel veranderen aan mijn setup. Want als het goed is, als het ook nog mag van mijn ouders, zit ik nu hier bij mijn raam. Hier zit mijn raam en zoals jullie daar zien, staat daar nu mijn setup. Alles wat daar staat, dus dit bureau en dat bureau daar achter, daar zo, komen nu te staan waar mijn bed staat. En mijn bed komt dan zoals dit bureau staat zo te staan. Wat daar eens ziek voordaan is dat ik hier een hele hoek heb voor mijn bureau en mijn grinschin en alles. Dus dat ga ik tegen die tijd ook wel zien. En dat gaat er dus nog veranderd worden aan mijn setup. Verder rest komt er nog een softbox bij. Die jullie, nou die zien jullie niet helemaal geloof ik. Ik zou even kunnen, even kijken of jullie die zien. Ja, daar staat mijn softbox. En dat is het enige wat, oh, even mijn camera goed zetten nu. Zo, dat is het enige wat er nog bij komt. En dan is mijn setup wel klaar. Vind ik, want daar heb ik al genoeg dingen. Ik heb een goede PC, goede monitoren. Misschien komt er nog wel een beetje green screen, want deze is niet al te best. Dan zie je hier bij de zijkant van mijn stoel soms van die ja, haperingjes. Omdat hier ook allemaal kleine blokjes in zitten. Dus vandaar. De volgende vraag is van Rick Kruisberg. Q&A, op dit moment liever geen PlayStation 3 of PlayStation 4 hebben. Geen PlayStation 3 hebben, want zoals ik al zei tegen jullie. Black Ops 3 komt bijna uit. Vandaar juist. Omdat ik hier op de PlayStation 4 speel. De volgende vraag is van Patrick Pokkelen. Q&A, ken je mij? Q&A, waar kunnen je fans jou ontmoeten? Laten we eerst vragen, want ken je mij? Ja, ik ken jou. Je heet de Gatorboy op PlayStation 3. Sessie joint mij wel eens. En ga je helemaal los
Kiri, waar kunnen die juf en jou ontmoeten als ik op een evenement ben of zo? Volgende evenement waar ik heen ga met Tim is de Dutch YouTube Gathering. En daar zou je me kunnen ontmoeten als je dat wil natuurlijk. En anders, ja, ik heb geen idee waar je me anders zou moeten ontmoeten. Dus ik denk dat het Dutch YouTube Gathering. Volgende vraag is van ShotNL. Q&A, ken je mij? Ja, jij Daan. Geloof ik, als het goed is. Q&A, weet je nu wel hoe oud je hond is? Volgens mij 4. Ik durf niet zeker zeggen, 4. Q&A, waarom ben jij zo baas? Ik heb geen idee als ik een baas ben. Thank you. Jij bent ook een baas omdat je deze Q&A vraag stelt natuurlijk. Dus superleuk natuurlijk voor jouw vraag. Volgende vraag van Igor Wendmakers. Q&A, wat vind jij de mooiste auto? De mooiste auto... Of de Bugatti Veyron. Ik zal er even foto's in beeld laten komen. De Bugatti Veyron. Of de... ja, Lamborghini Aventador, denk ik. De volgende vraag is van Luc H10. Q&A, hoeveel subs denk je over ongeveer een jaar hebt? Oh, met hoe het nu gaat. Want we krijgen ongeveer 100 abonnees per week krijg ik erbij. Dat is echt fucking insane natuurlijk. Want ik zit nou op dit moment... Zondag, ik weet het dat niet. Dit is zondag in ieder geval. Heb ik 1720 abonnees. Ik wil kijken wanneer deze Q&A online komt. Hoeveel subs ik dan al heb. Ik durf te weten dat ik er 20 tot 30 bij heb. Daar ga ik jullie aan akkoord. Maar ik weet niet. We gaan zien waar het allemaal uitloopt. Ik hoop dat we echt gewoon een hele stijging maken. Gewoon waar we opeens misschien wel naar de 10.000 abonnees heen kunnen of zo. Als dat gebeurt, jongen, dan. Dan weet ik het ook niet meer. De volgende vraag is van E-Silent. Q&A, Favo MW2 wapen. ACR. Ja, ik denk wel de ACR. Q&A, wil je MW2 uploaden? Dat kan ik wel een keer doen, maar dan moet ik hem even gaan zoeken in mijn kast ergens. En Q&A, wat wil je nog bij je setup? Wat ik nog bij mijn setup wil? Ja, ik weet het. Als ik hier bij het menu tegen de muur kom te zitten, wil ik graag van die soft platen, laat maar zeggen, waardoor je stem mooier wordt. Dus dat is het enige wat ik dan nog bij mijn setup wil. Dank voor je vraag, Edwin. Dat sluit ook nog een beetje aan de vraag van Nick. Dus goed om elkaar ingestemd. De volgende vraag is van Joran Schui. Ja, er staan een pijltje voor je naam, dus ik weet dat je Joran heet. De volgende vraag is van Joran Kune. Als je zelf iets mocht uitvinden, wat zou het dan kunnen zijn? Nou. De meeste mensen gaan me hierom uitlachen, maar ik als Call of Duty speler zou ik graag een perk willen uitvinden dat als jij langer dan 10 seconden in een hoekje zit, dat je gewoon op de minimap komt te staan. Maakt niet uit of je ghost hebt, maakt niet uit als hoe zeg je dat? Of je cold blooded hebt, gewoon een perk dat als je langer, dan 10 seconden stilstaat, je op de map komt te zien. Dus ja, dan heb je geen campers meer, vandaar dat ik dat zou willen. De volgende vraag is van Q&A-vraag is van Shuya. Q&A, heb ik swag? Als jij vindt dat jij swag hebt, dan heb je swag, dus dan heb je swag, jongens. Shuya, ja. Even kijken. De volgende vraag is van Ozan Place. Q&A, liever een face member of een optic member? Pace member, een baas. Hij zegt omgearmd. Je weet zelf, Ozan. Liever een optic member, omdat optic. Ik ben meer van competitive dan. Ik hou niet echt van snipen. Ik weet dat face ook een ander deel hebt waar het niet gesniped wordt, maar. Toch liever gewoon optic, omdat je dan lekker bij een nature in het huis woont. Alhoewel, het face house is ook wel echt fucking sick. Met face Blaziken, face Rain. Die gasten allemaal natuurlijk. Vandaar, ik zou eigenlijk gewoon allebei willen. Ik weet eigenlijk niet. Ik zou niet kunnen kiezen, denk ik. Gewoon een week daar en een week daar. Nee, gekheid. Laatste vraag is van Crazy Dutch Gamer. Q&A, wat vind je van FIFA? Ik ben niet echt een FIFA persoon. Geef mij nog gewoon liever Call of Duty. En misschien dat ik FIFA wel ga halen van mijn tweede kanaal. Maar weet ik nog niet, omdat ik daar ook bijna nooit iets op upload. Maar wel wil gaan doen. Dus we gaan wel even kijken, jongens. En de laatste Q&A vraag. Jaraski of Jordi 95? Nou, allebei, want op First Look waren ze allebei echt fucking grappig. En ik ga ook niet kiezen tussen die twee, want jullie zijn allebei fucking awesome, jongens. Dus, mocht je genoten van deze Q&A, laat even je blauw duimpje omhoog achter. Natuurlijk 100 likes volgende week weer een nieuwe Q&A online. Dus, jongens, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer, mensen. Love.